Leuk dat jullie allemaal weer kijken naar een nieuwe video en vandaag gaan we eten en trainen als... Olympia 2018. You're gonna be watching me win for the 8th time. En vandaag gaan we dus eten en trainen als Phil Heath. En Phil Heath is meervoudig Olympië. En dan zou je zeggen, sommigen zullen weten wat het is. En sommigen niet. Maar het is een wedstrijd voor eigenlijk de allergrootste bodybuilders. Men, fysiek, allemaal wedstrijden. Voor mensen die eigenlijk hun beste lichaam willen laten zien op dat moment. En dat is eigenlijk ook de grootste wedstrijd die er is. En volgens mij is die weer binnenkort. Dus eerlijk gezegd, mij interesseert het niet super erg. Maar veel mensen die vinden het wel leuk om te zien. En Phil Heath kende ik wel. Dus vandaag gaan we eventjes kijken wat hij allemaal eet en traint. Eerst ga ik zo meteen gelijk gewoon naar de sportschool om die training te doen. En daarna gaan we ons gewoon vol doen met al het eten wat hij eet. Oké, dit is het schema. Pull-ups, chin-up, T-bar rows, barbell row, one-arm dumbbell rows, rope straight arm pull-down, hammer curls, concentration curl en AZ bar curl. Dus we gaan rug doen en biceps. Ik heb er zin in, laten eventjes een veel heat workoutje knallen. Laten we even kijken of we er een beetje als Phil Heath uitzien. Nou, volgens mij moeten we nog even oefenen. Voordat ik zo meteen ga koken, ga ik als eerst even mijn pakketjes versturen, dus van de petten. We gaan het 3 versturen vandaag en het is echt snelle verzending. Als je vandaag of de dag dat je bestelt, wordt die dezelfde dag nog verzonden. Dus dat is super goede service. Ook 2 mooie afstandsbedieningen trouwens. Maar hierna gaan we trouwens eventjes wat eten koken. Dus gaan we veel heat maaltijdje maken. En ik zal eventjes laten zien wat ik gisteren trouwens allemaal heb gekocht bij de supermarkt. Wat ik als eerst ga maken zijn aardappeltjes, een paar eieren, kip en rijst. Lekker clean. Maar ik ga er wel wat ketchup bij doen. En hij had heel veel rijst en heel veel ei ook wel. Maar vooral heel veel rijst. En dat gaan we nu eventjes maken. Ik ben benieuwd of ik een beetje de chefkok kan uithangen. Nou, we hebben alles op het vuur, de aardappels, de kip en ik ga zo meteen de rijst erin doen. En we hebben hier een grappige eierkoker, die hebben we nog nooit gebruikt en het ziet er wel grappig uit. En dan kan je de eitjes in koken, dus goed geregeld, denk je al. En voor de rest zijn we gewoon een klein beetje aan het tullen, woestelen. Dit wordt de eerste maaltijd, aardappels, kip,
En er zijn ook nog eieren aan het koken, maar die ga ik dan zo meteen eten. En wat ketchup. Tijd om te gaan eten. En dit is vast wel lekker, dat moet wel goed komen. Ik had de kip misschien een beetje moeten marineren, maar toch een klein beetje ketchup. Of genoeg ketchup, dat zal het wel goed doen. En het is echt super lekker, eerlijk gezegd. En dit komt helemaal goed. En natuurlijk had ik voor de clean aardappels kunnen gaan, maar dit is wel echt lekkerder. En dit doet me goed en dat zou ik eigenlijk altijd misschien wel kunnen eten. Alleen het is zoveel werk en het koken en zo, dat is niet echt helemaal mijn ding. This one's for the whole squad. Yeah, turn me up. No phone, I don't know your hoses. They doubted me, now it's diamonds on my wrist. No phone, I don't know your hoses. Check the time, I don't spend it on no bitch, no. Now she wanna talk to me. All I do is turn away. Now they wanna hit my phone. All I do is turn away. Nou, we hebben alles op hoor. En was echt lekker goed te doen. Ik heb echt genoten. En ja, soms zet me dat weer aan het denken van moeten we toch misschien wat vaker maken. Of in plaats van alleen maar kwark te eten, soms ook wat aardappels en kip. Maar dat was op zich helemaal niks mis mee. En nu hebben we de eitjes nog. Die ik denk ik ook nu maar gewoon gelijk ga eten. Dus ik ga gewoon eitjes pellen. Dan ga ik ze dan gelijk maar in mijn mond duwen. Nummer 1. Best lekker. Uit de koken. En ik wou je nog zeggen, of ik wou jullie nog zeggen. In eieren zitten helemaal niet super veel eiwitten. Zeker als je het ei geel er niet uithaalt, dan zitten er vaak ook nog meer vetten in dan eiwitten bijna. En dus ik zou niet denken van, oh ik eet eieren, dan eet ik per se veel eiwitten. Maar eerlijk gezegd valt het best wel reuze mee. Nummer 2 in één keer. Mirjam kijkt me echt super raar aan, maar volgens mij ben ik nog niet zo heel raar. Yes, het is weer tijd om wat te gaan eten. En ik denk dat ik een heerlijk dingetje ga eten, jongens. Het moet niet gekker worden, hè. Ik ga wat rijst eten. En wat kip. Maar ik ga het eerst even een klein beetje opwarmen, want het is een tijd geleden. En we droppen er denk ik gewoon weer wat ketchup op. Het is even wat makkelijker. En lekkerder. Come on! Na de tweede maaltijd, lekker bakkie hoor. Kippie, rijst en misschien nog wel meer ketchup dan rijst. Nou, we gaan weer even eten. En ik heb op zich wel redelijk honger. Ik heb nog niet zo opgegeten, alleen het bord net van tevoren. En hij eet veel rijst en kip. En zometeen ga ik hamburger eten, omdat ze geen ossehaas hadden. Dus dan neem ik hamburger met rijst als het goed is. Daar heb ik niet super veel zin in. Maar we gaan nu gewoon even eten. Ooit. Drive no brakes, drop a song, ground shakes. I don't mess with the fakes, I just do what it takes. When she with you, she flakes. My chain wet like lakes. Op, dus alles opgegeten, dat was best oké. Okay. Maar rijst, jongen, dat komt echt mijn keel uit zonder iets erin. Nou, voor de rest was het best oké. Okay. Als semi-avondeten ga ik iets anders eten. Het zou rijst met ossehaas worden, maar dat hadden ze dus niet. Dus ik ga hamburgers eten met pita broodjes. I just do what it takes, yeah. Count the stars that are shining in the sky. Nou, het feestmaal is klaar. Dit is niet echt een feestmaal, maar ik moet een beetje opschieten. En zometeen ga ik nog een maaltijd eten vanavond pas, rond 11, 12 uur of zelfs later misschien. Ik denk zelfs pas rond 12:30, die ga ik nog even aan jullie laten zien. Maar voor nu ga ik deze eventjes snel opeten. Oké, we zijn inmiddels weer thuis. Het is 11:45, Mirjam die slaapt al. En we gaan nog eventjes wat eten, want we toch nog iets van eiwitten nemen en veel heat. Neem trouwens ook nog eiwitpoeder s'avonds en nog een lepel met pindakaas. Dus dat gaan we eventjes mooi combineren. Daar gaan we dan. Een lepel pindakaas en een bakje kwark met eiwitpoeder. Bon appétit. Nou, wat een mooie beelden allemaal, hè. Dat was op zich best lekker. Alleen een beetje moeilijk te eten. Nou ja, in ieder geval, hier ga ik het bij laten. Ik hoop dat je de video een klein beetje leuk hebt gehad. Vond. Beetje moe ook, zoals je hoort. En like in ieder geval de video, abonneer voor meer. En dan zie ik je uiteraard weer in de volgende video. Great for my
my city, I'm the realest one that's reppin'. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always reppin'. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...